Vrienden, ik ben op reis. Ik zit ergens in Italië en het komt het nieuws tot mij. Ja, van die staghouwer. Ja, maar ik zeg nieuws, maar natuurlijk is het geen nieuws. Nee, dat is geen nieuws. Die staghouwer, die minister van Landbouw, die stopt ermee. Ja, natuurlijk stopt hij ermee. Natuurlijk, wegwijzen. Tuurlijk, dat is al lang een aanfluiting eerste klas. En ik had al gezegd, dat is dus niet iemand die dat helemaal op poten kan zetten. Dat hele beleid rond het stikstof. Want die man, die was dus al een hele tijd lid van de Provinciale Staten in Groningen. Pom, 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 pom. Beetje vergaderingetje aflopen. Nog eens een vergaderingetje doen. Hey, rustig aan. Geen idee wat zich in de echte wereld afspeelt. En daarna was die man dus heel lang ook nog eens een keer gedeputeerde in Groningen. Dus die is daar werkelijk een hele tijd in het noorden van Nederland. Heeft hij zich een beetje pom, pom, pom door het leven begeven. En die komt ineens in de realiteit van het echte leven. In Den Haag en noem maar op. En die denkt bij zichzelf, oh, wat gebeurt hier? Met die boeren, met die stikstof. Ja, en die boeren gingen natuurlijk enorm tekeer. En waarom? Want die man die had dus een rapport geschreven. Ja, die staghouwer. En dat rapport beviel niet. Dus toen zeiden ze tegen die staghouwer, ga nog eens een nieuw rapportje maken. Dus die is weer opnieuw gaan zitten tikken. Staghouwer. Maar ja, geen idee. Pom, 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 pom. Maar goed, die zit te tikken. En wat gebeurt er? Dat werd dus weer een beetje afgekeurd door iedereen. Want die zeiden, dat lijkt dus helemaal nergens op wat jij daar schrijft. Ja, en toen, nou ja. En toen heeft hij dan uiteindelijk maar gezegd van, ik stop ermee. Ja, hallo zeg hé. Je had al lang weg moeten zijn. Maar ja, waar het hier nou op neerkomt, vrienden, ja, daar gaat het dus om. Ten eerste zien we hier hoe matig het niveau is. Ja, hoe zwak het niveau is van de Nederlandse politiek. Ja, het zijn gewoon, en daar is die staghouwer, is daar gewoon een enorm voorbeeld van. Het zijn zwakke broeders. Hele zwakke broeders. En niks anders. Het is echt niks. Ze kunnen er gewoon geen ene malle moer van. En dan is het juist de vraag. Ja, wie, oh wie, heeft deze staghouwer aangenomen? Ja, wie, welke halve garen heeft bedacht om zo'n figuur aan te stellen. En om hem daar op die positie, al die tijd dat die boeren heel Nederland op zijn kop zetten, om hem daar maar te laten zitten. En die man was al die tijd al niet competent om dat te doen. Vrienden, dat is de treurigheid van dit hele verhaal. En daarom, staghouwer, hey, beste vriend. Mijn volgers en ik, wij zijn blij dat je weg bent.